weer een nieuwe vlog van mij en mijn scharrelvarkens. Zijn jullie ook allemaal lief geweest vorige week met Sinterklaas? Nou, ik wel. Want kijk eens wat ik heb gekregen. We noemen het eigenlijk gewoon bedrijfskleding. Ik heb 2 van deze mooie truien gekregen. Met een varkentje en met mijn naam Kim's Scharrelvarkens. En weet je wat nou zo leuk is? Hij past ook mooi bij mijn broek. Want hij gaat mooi net boven waar mijn pak eindigt. Leuk hè? Wel is het voor nu te koud om in mijn trui te blijven lopen. Dus ik ga mijn vest aandoen. En dan neem ik jullie weer mee naar de varkens. Deze week natuurlijk niet zo mooi weer. En veel regen gevallen. Kunnen jullie ook wel weer zien. Vooral afgelopen maandag. En de varkentjes lagen heerlijk te schuilen in hun hokje. Maar tuurlijk, nieuwsgierig als ze zijn, komen ze kijken zodra ik er ben. Ze zijn wel lekker vies, maar oh, wat hebben ze een dikke vacht. En nu regent het weer. Nog natter. Maar dat ik van de week mijn vlog ging opnemen, dat ik aan het vertellen was over dat het zo nat was, stond ik natuurlijk ook weer in het hok. Want ja, dat is wel het leukste om te laten zien. Maar ik zal die nu ook even laten zien. Ik heb een hele goede hulp, maar niet heus. Hij vindt het bar interessant om te kijken, maar hij zorgt er ook voor dat de deur open gaat. Dus ik zal jullie beelden laten zien wat er van de week is gebeurd. Dat de varkens weer in de koegang liepen. Het zijn hilarische beelden, maar wel rommelig. Want ja, ik heb mijn handen vol en ik wil het ook wel voor jullie filmen. Dus kwaliteit staat dan niet op nummer 1. Maar de hilariteit des te meer. Nou, ik hoop dat Duke me helpt. 2 varkens gaan wel al terug. Maar de deur waait gewoon continu open. Dus ik ga ze nu weer naar binnen lokken. Oh jee. Daar gaan we weer. Ja, ze worden wat groter, dus we kunnen niet zo 1-2-3 met z'n allen voor de deur. Wie is het slimst? Nou, oké, met z'n drieën naar binnen. Ik ga ze even verder weg lokken. Ja, loop door, loop door, loop door. Nou, dat was het. Met de varkens die weer ontsnapt waren. Gelukkig zijn ze tam genoeg dat ze weer snel achter me aankomen. Als ik ook maar een beetje biks voor ze heb. Verder wilde ik jullie deze week vertellen over het onderzoek van mijn buurjongen. Waar we natuurlijk vorige week mee zijn begonnen. De onderzoeken zijn gestart met uitzoeken wat er in de mest zit. En ja, ik heb het even opgeschreven, want onthouden dat doe ik niet. Maar wat... de stoffen die erin zitten nitriet, ammonium, fosfaat en nitraat. En ze hebben er nu uitgezocht hoeveel van alles erin zit per liter. En dat hebben ze ook voor de koeienmest en ook voor de schapenmest gedaan. Dus dat is het begin van het onderzoek. Nu zijn de slaaplandjes, die worden ontkiemd, de zaadjes. En als er dan enigszins plantjes zijn, dan gaan ze die op het mest zetten. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vervolg gaat. Met ook deze gegevens van wat er in het mest van de varkens zit, komt ook mijn weetje te pas. Want zoals ik al zei, zit er dus nitraat in. Een ontplofbare stof. Als er te veel mest bij elkaar ligt en dat het gaat broeien, dan is mest ontplofbaar. Ik denk dat heel veel van jullie het wel weten. Maar ja, voor wie het nog niet weet, wist nu dus een nieuwtje. Mest van zowel varkens, koeien, schapen, eigenlijk alles, is in genoeg hoeveelheden gewoon 1 grote bom en explosief. Dus mijn weetje voor deze week. Mest
kan heel erg explosief zijn. Ik begon mijn vlog met heel veel nattigheid. En zoals jullie nu ook wel goed kunnen zien, is eigenlijk alleen het plekje nog bij het hok is nog droog. En de rest is allemaal nat. Zelfs het riet wat we hebben gestrooid is allemaal nat en langzaam aan het vergaan. Dus die droge plekjes die raken nu weg. Hiervoor hebben we bedacht om ook het stukje land even wat rust te gunnen, een hok te maken. En ik hoop dat ik jullie volgende week daar een resultaat van kan laten zien. Een ander plan wat we hebben is om een nieuwe voerbak te maken. En daarvoor hebben we even op Pinterest wat ideeën opgezocht. Want deze bak die raakt ook aan zijn einde. Volgende week hoop ik dus op nieuwe beelden met een nieuw hok voor de varkens. Dat ze dan in ieder geval tijdelijk even binnen kunnen. En wellicht dat we dan ook al een nieuwe voerbak hebben gemaakt. Maar dat zien jullie volgende week weer. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Dat jullie gelachen hebben tussendoor. En dan doe even een duimpje. En dan zien jullie ons volgende week weer. Doei!